Ja jongens, goedemorgen en welkom bij deze vlog vanuit de Efteling. Ik ben vandaag niet alleen, ik heb een gezinnetje meegenomen. Kijk, mijn dochtertje Mara en mijn zoontje Jasper. En natuurlijk mijn vrouw Chantal. We gaan vandaag eens even een mooie vlog maken. Of niet Mara? Ja, ik ook! Jij ook Jasper? Ja, ik vind het leuk om een vlog te maken. Ja hè? Nou. Ik vind het wel heel spannend en leuk. Ja, hè. We gaan eerst eventjes langs de gastenservice, want er ligt als goed is een faciliteitenkaart klaar voor mijn zoontje. Zodat we de rolstoelingang kunnen gebruiken. Ja. Dan gaan we zo onze abonnementen scannen en dan gaan we lekker naar binnen toe. Mara, wil je nog even naar Assepoester kijken? Ja? Nou, hij loopt even naar Assepoester toe. Even in de rij gaan staan. Assepoester en Roodkapje staan daar klaar. Wacht maar, blijf even zitten dat ze er zijn. Dan moet je zo lang staan. Ja, nieuw in 2024. Efteling Grand Hotel. Het enige probleem dat ze nu nog even hebben is de energietoevoer voor het hotel en voor de nieuwe attractie Dans Macabre. Dat is nog een hele opgave voor de Efteling om dat voor elkaar te gaan krijgen. Ze hebben een peperdure kabel laten leggen en die liggen nu waarschijnlijk nog even voor de komende tijd voor niets. Vandaag gaan we jullie even meenemen in een paar mooie attracties hier. Boomvlucht, Vader Morgana. De achtbanen gaan we mooi onderuit maken. Papa, ik was eerst naar Droomvlucht. Ja! Nou, zo horen willen de kinderen eerst naar Droomvlucht. Dus dat gaan we dan ook eerst even doen. Ja! Efteling is echt leuk! Maar ooit! We hebben 10 minuten wachten voordat de poorten open gaan. Ondertussen zien we het prachtige kasteel van Symbolica. Papa, kan je al zeggen dat ik erbij pas de sokken aan heb? Ja. Ik heb Efteling sokken aan. Ja. Uit dat winkeltje. Wist ik er helemaal niet. Ja, joh. Ja, maar wat moeten mensen doen op mijn kanaal, Mara? Nou, op dit kanaal abonneren, op het belletje klikken dat je geen video meer mist. Helemaal goed. En Efteling is gewoon het leukste park. Ja, dat is heerlijk. Dat is heerlijk. Is dat een echte? Ondertussen is het de zomer in de Efteling. De Eftelingpleinen zijn weer helemaal in de zomerstijl gevuld. Lekker richting de rolstoelingang van Droomvlucht. En mijn zoontje Jasper die is geboren met bloemvoetjes. Die kan niet lang staan in de wachtrijen. Zodra dus dat wij dus via de rolstoelingang kunnen. Nou, we staan nu bij de ingang van de invalide ingang van Droomvlucht. Daar wachten we op en dan nemen jullie zo mee met een ritje Droomvlucht. Ja, dat is
Wat mooi! Help je! Wat nou? Wat gaan we nu doen? Nou, hoe vonden we de droomvlucht? Goed, heel leuk! Leuk? Ja, hè? Ja. Was de droomvlucht leuk, Jasper? Ja! Met die trollen! Ja. Met de trollen, hè? Met de trolletjes. Ik vind alle elfjes er mooi. Ja, ja! Goed zo! Nou, waar gaan we nu naartoe? Ja, dat weten we nog niet. Wat gaan we nu doen? Nee? Ik ga! Jokie? Ja, Jokie! Nu mooi nou, dat is duidelijk. We gaan dus even een rondje kan nog een festival doen. Ja. Ga Jokie. Zo leuk in Jokie. Is dat zo leuk in Jokie? Ja, Jokie. Ja? Dan ga je een beetje zo Jokie zien. Als het Sinterklaas is, zie je Jess en Jokie verkleed als Sinterklaas en een paard. Gaan we dan ook weer even bij het zomerstrand kijken dan? Ja! Of ja? Gaan we eerst heen? Dat kan ook! Ja! Het nieuwe zomerstrand? Eerst moeten we eerst daarheen. Ja! Ik net zo! Nou, ik denk toch eerst even liever eerst naar het zomerstrand. Wat Jasper ook wil. Ja! Zo, zomervakantie. Zomervakantie. Ga je? Dat is een nieuw liedje van Belling. Ja! Ja, en ik weet nog niet wat er bij het strandje gebeurt. Nee, ik ben er wel heel erg benieuwd naar. Ja, ik ook. Daar is al iemand. Ja, daar is al iemand. Kijk, ze staan lekker in een strandhuisje. Op een strandstoel. Op een strandstoel, lekker luieren. Dat is wel heel mooi, hè? Mooi, hè? Jeetje. Je hebt er echt het leukst van gemaakt? Dagelijks. Om 11 uur, 12 uur, 1 uur, 2 uur. Nee, ik weet niet wat het is. Carnaval Festival. Yeah!
Python in. Mara en ik gaan even een rondje Python doen, terwijl Chantal en Jasper die gaan even in de oude tuffer autootjes. Jasper mag natuurlijk met Python nog niet in. Stappen op de GoPro en de chestbound en dan hebben jullie mee een ritje Python. Nou jongens, welkom in de Python. We gaan in de Python. Ja. En hier zit hij. GoPro. Richting de traagste liftheuvel. Ja. Van alle achtbanen. Weer een ritje Python. Ja. Vond je hem leuk, Mara? Ja, heel erg leuk! En mijn haak staat heel erg niet goed. Ja. Nou, dan moesten we thuis maar weer kammen. Hè? Ja. We gaan nu even op zoek naar mevrouw en Jasper. Eens kijken waar die auto hangen. Ja, en dan gaan we eten. En dan gaan we even lekker een hapje eten. En dan heb ik een vrouwen. Nou, Jasper, hoe waren de oude tufferkaartjes? Ja! En ik ga sturen. Ging je heel veel toeteren? Ja, Gaan we zo even kijken, maar.
Pietonshow. Dat maakt me Pietonshow. Ja, wat is een heel skrul woord wat je moet zeggen. Zeg maar, papa. Het sterk staaltje stalkraftshow. Luxe. Echt niet om uit te spreken, maar volgens mij is het wel heel leuk. Dus het is hier nu zo om altijd om 12:30. 12:30 is het er. Nou, dan gaan we zo eens even kijken. Ja, goed? En nemen we jullie ook mee. Goed zo. Vooral blijven? Kijken! En? En abonneren en belletje klikken dat je niks mist van dit kanaal. Goed zo. Wat ga je doen, Jasper? We gaan straks in Max. In Max? Van? Max en Moritz. Ja, hè? Moritz zit hier, Max zit daar. Oké. Max, die gaat te snel. Welkom op Max en Moritz. Tadam, tadatadatadam, tadam, tadatadatadam, thank you.
Come on!
Waar gaan we naartoe, Jasper? Stoomtjoeketjoeketrein. Ga je naar de stoomtrein? Ja! We gaan er allemaal in. Gaan we er met z'n allen in? Ja! Gezellig, hè? Ja, vind je leuk. Kunnen we het gezellig maken? Ja. Even een rondje. Goed zo. Ja, even een rondje. Even een rondje chillen. Ja, in de stoomtrein. Wat in een been. Ja, stoomtrein. En rijden bouwplaats van Dans Macabre, dat viel al mooi op. Dat is een Dans Macabre, zijn we nu gaat dat hard? Ja, één stuk staat er nog.
wij volgen een mooi treintje. Ja, over die hills. Ja. Je zin in de baron? Ja, heel erg zin in. Ja? Ja, dat is mijn favoriete attractie. Want eerst kom je de bed op een haltje. En dan ga je de helling op. Sta je half stil. Ga je keihard naar beneden. Ga je een beetje loopings maken. Ga je heel veel door de schuit, door de bochten. En dan is het alweer klaar. Nou maar, wat gaan we doen? Rij 1? Nou, dat is 30 minuten. Ja? Nou, wat gaan we doen? Wat betekent? Rij 1. Dat is gewoon heel vet. Ik weet niet echt hoe het gaat gebeuren. Maar ik denk dat je eerst bij 2 en 1 kan beginnen. 2 en 3 kan beginnen. Als je voor het eerst gaat. Want dan zie je niet de hele helling. Nee, word je niet zo zenuwachtig. Klopt. Dus als je het inmiddels leuk vindt, dan kan je van de eerste.
Yes! 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 Hartepannenkoek? Nou Jasper, wat ga je doen? Een pannenkoek eten, mag je om deze? Welke ga je nemen? Een gewone pannenkoek? Ja! Ja! Oké. Gewone pannenkoek? Ja! Goed zo. Ja, dat vind ik goed. Wat gaat Mara nemen dan? Ik denk voor die hartje pannenkoek. Een hartjespannenkoek. Kunnen we nu met... Jij wil geen hartjespannenkoek. Jij wil je eigen hartjespannenkoek. Keuze uit persfruit of soep. Geen idee, ik ga eens even kijken. Ga eens even kijken. Jij doet te veel met dingen leggen. Kindjes! Brabantse boeren. We zitten dus bij Paul's keuken. We gaan een gezellig hapje eten. Ja! Lekker pannenkoek eten. Ja, hij heeft het helemaal gezien. Wat gaan we naar de pannenkoeken doen dan? Net Jokie en Jeff strandfeest. Dan gaan we daar nog even naartoe en daarna gaan we de vlog afsluiten. Ja! Ik vind het heel leuk hier in de Efteling. Ja? Ja, dat is ook de Efteling. En wanneer gaan wij weer terug naar de Efteling dan? Ja, en hoe lang gaan we dan? Dat weet ik niet. Ik weet het wel. Ja? We gaan een week van maandag tot en met maandag en we houden een wisseldag. Ja, en wat houdt dat in, een wisseldag? Ja, op de vrijdag, dat is op de helft, en dan gaan we wisselen van huisje. Van het luxe boshuisje van Bosrijk naar een Loodse Land groot huisje. En dat wordt echt zo leuk. Ja, en hebben jullie daar zin in? Ja! Goed zo. Echt zullen. Doe eerst maar lekker je pannenkoek eten. Ik heb een hartstikke pannenkoek. Hier komt mijn schrikken weer. Toen... Heb je het puntje er al afgegeten? Ja, hier zo. Nu ga ik dan opnemen. Mama heeft de orde van Mara al aan snijden. Ja, ik heb poedersuiker opgedaan. En ik heb nog een fruitbakje erbij genomen. Helemaal maar goed. Snoepjes mocht ik niet, want ik wou al die cupcake. Ja. Lekker. Het stoomde heel erg toen die poedersuiker opging. Hoe is de pannenkoek, Jasper? Lekker! Wat ga je zo doen, Jasper? Basketballen. Nou, kun je dat wel? Dan gaan we zien of dat lukt. Ik hoop het voor je. Anders wel ga je weer naar een Jet. Een Jet is iets kleiner, denk ik. Want een Jokie heeft wel gewoon net wat andere deurtjes. Een Jet is gewoon. Dat zien we zo wel. En hoeveel ballen ga je nemen? 4. En hoeveel euro is dat? Dat is even kijken. 1 bal is 3. Alles 10 euro en 10 ballen zijn 20 euro.
vandaag? Ja. Mijn vader wil graag proberen. Ja, twee ballen. Vier. Kijk of papa dat lukt, hè? Het is lang geleden dat papa gebasketbal deed, maar we gaan het proberen. Ja, we gaan het natuurlijk proberen. Hier moet je in een klein bolletje. En misschien kunnen jullie thuis ook aanmoedigen. Hup papa, hup papa, hup papa. Oeh, bijna papa. Oeh, iets zachter misschien, maar ook niet te zacht. Laatste! Hoi! Kom terug! Dat kan niet! Nee, doe toch niet! Fijne dag! Hey, Zelde, dankjewel! Jammer! Jammer voor je papa! Jammer dan! Volgende keer beter! Ja, maar ik heb wel dit knibbeltje! Helemaal goed! Nou, vanaf Jokie en Jert Zomerstrand dan sluiten we deze vlog af. Hebben we een leuke dag gehad, Mara? Ja, echt ja? Heel erg leuk! Ja, leuk. Ja, jij ook. Heeft mama ook een leuke dag gehad? Jazeker, was gezellig weer. Helemaal goed. Ja, ik ben net van jongen. Ik ook. We gaan het nu mooi afsluiten. Maar, jammer. Ja, goed, als je de video leuk vindt, wat moeten de mensen dan doen? Dan moeten ze op dit kanaal abonneren en een belletje klikken. Als je op het belletje klikt, dan mis je geen één video van dit kanaal. Helemaal goed. Nou. Vanuit een zonsondergang hier in de Efteling wensen jullie een fijn weekend. Ja.